Biotown. Hey iedereen van Biotown, ik zit hier naast de meest onverschillige jongen van de wereld. Het is Ricky. En vandaag hebben we weer een nieuwe dinsdagtip. De dinsdagtip. Nou ja, tip. Het is dinsdag. Tip, het is dinsdag. Ja, dat gedeelte klopt niet. Wij hebben een doos van de lieve mensen van Nintendo. Die hebben we gekregen van Nintendo? Nintendo geeft ons gratis shit en hopen wij er wat leuks over zeggen. Oké. Bardo deed alsof er een octopus in de doos zat. Ja, nou ben ik wel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Dus pak hem erbij, we gaan het gewoon gelijk openmaken. De doos is al opengemaakt om te kijken of er geen explosieve drugs, dat soort dingen in zitten. Precies. Want dat hebben we zelf heel hard nodig hier bij Bardo staan. Dus laat maar open. Oké, ja. Dit is een mooi briefje. Lees maar voor. Doos een beetje aan de zijkant. Komt ie. Beste Lieke. Ja, beste Lieke. Ja. Die van Biotown heet Lieke. Dat weet ik niet. Oké. Hierbij de exemplaren voor Biotown. We zijn benieuwd naar jullie bevinding en ervaringen. En ervaringen. Veel speelplezier, groetjes Brenda. Dankjewel Brenda. Dankjewel Brenda. Brenda van Nintendo. Brenda. Okay. Kijken of er nog meer in de doos zit. Er zit een motherfucking meer, hoor. Als ik hem eruit krijg. Kijk nou even. Oh, we hebben trouwens Bardo niet in deze video, omdat de vorige keer toen hij de Wii U ging uitpakken, toen gebeurde er dit. Oké. Jezus, dat was niet goed. Ja, precies. Wauw, mooi flashback. Zal ik meteen de rest er ook uit halen, dan kan de doos weg. Ja, doe maar naar. We hebben een Yoshi Amiibo. Wauw. Hij is best sexy. Die had ik nog niet. Ik ook niet. Ik heb er nog geen enkel. Het begin van een fantastische verzameling. Echt, hè? Zet hem gelijk in de kast. Ja, hij is wel cool voor in de kast. Ja. Moeten we even iets over zeggen? Het is Yoshi. Het is Yoshi. We hebben hier een kopietje van de one and only Splatoon. Een kopie of is het gewoon een originele? Nou, er is maar één originele disc en daar maak je kopietjes van. Oh, ik denk dat het niet de echte is. Nee. Wat zit er in het hoesje? Wat zit er in het gezielde hoesje? Huh? Zou die erin zitten? Dit is het moment, jongens. Oh, ik wil op de tafel slaan, maar dat kan niet. Oké. Ja hoor, hij zit ja, erin! Ja hoor! Ah, de game ziet er wel leuk uit. Het ziet er geinig uit. Verder, vind ik hier. Oh, kijk! Oh, een Xbox controller. Een soort Xbox. Ik wist helemaal niet dat deze bestond, joh. Het is een Wii U controller. In plaats van een gamepad, gewoon echt een controller. Even kijken of die lekker in de handen ligt. Nou, hij ligt best wel goed in de handen hoor. Lekker in handjes. Ik moet zeggen, hierop zou ik best wel Wii willen gamen. Oh, nog gewoon twee normale controletjes. Ja, deze vind ik echt verschrikkelijk. Vind je? Ja, ik vind het voor geen meter. Dit is echt lekker. Dit is wel lekkerder. Ik verkies deze, moet je We hebben dus zeg maar twee van deze, één van deze en een gamepad hierin. Dus we kunnen met z'n vieren. Splatoon niet spelen. Oké, voel. Het is goed, hè? Lekker. Alsof je eigen pikkie in je handen hebt. Ik wil hem gewoon vast blijven houden. Alsof je eigen pikkie in je handen hebt. Ja, ik weet niet waar. Ik heb nog nooit gehoord van deze controletjes, maar ze zitten voel echt. Ja, ik heb het ook nog nooit gezien. Weet je? En laten we deze even openen, want dit is de Mario Kart 8 Premium Pack. De doos is leeg. Wat? Hebben ze tegenwoordig een soort van. Is het motor? Ja, ze hebben al heel lang motors in Mario Kart. Oké, ik... Zeg maar, dus de catch van Mario Kart 8, hè? Weet je wat de catch is? Nee. Zero gravity, zie je dat ik helemaal op de doos? Die kan lekker op de kop. En Barter die opent hem zo, zij moeten hem openen. Ja, we moeten hem op de officiële Banjo-taal manier openen. Zo omhoog schuiven en dan keihard laten vallen. Oké, gaat goed. Thomas, doe het perfect. Kan niet beter. En dan moest ik het laten vallen? Ja. Ja, beter niet eigenlijk. Oh, shit! Oh, dan zijn we net zo erg als Bardo. Oh, nee. Oké, nou, dit gaat wel lekker makkelijk beginnen. Ja. Wat zit hier nou weer onder? Ja, dat is de EUA, zou ik zien. De EUA? De papieren staan echt fijn, hoor. Wauw. We moeten hem in de papieren houden, denk ik. Dat jullie thuis niet kunnen voelen, maar... Oké, hij zit lekker strak. Oh, en dit ding, dat heb ik ook nooit gesnapt. Ja, nou, dat is de eerste ervaring dan. De gamepad. Ook een fijn dingetje hoor. Ja, is die fijn? Ik vind hem best fijn. Het zit wel een beetje rond. Nou, het fijne aan de gamepad is, voor games zoals Mario Kart, de game kun je ook op dit schermpje zien, kun je gewoon vanuit je bed spelen. Dat is wel. Als je vanuit je bed wil gamen, dan zit je altijd zo... Alleen, ik merk dat deze bobbeltjes aan de achterkant, die zijn een beetje te klein voor mijn handen. Je bent gewoon te oud hiervoor. Ja, waarschijnlijk, want de Wii is natuurlijk ook. Het is een fase.
De vieze fase. Het is er een. Wauw, ik heb de Wii U eigenlijk nog nooit gezien. Speciaal. Hij ziet er wel stylish uit hoor. Stylish, ja. Zeg, we hebben dus de prachtige Wii. We hebben de gamepad. Een illuminerende, fantastische gamepad. Een controller die nog nooit iemand heeft gezien, maar hij zit lekker in de hand. En tweede maal controletjes. Compleet pretpakket voor de hele familie. Nou, hier allemaal nog kabels en spel. Mario Kart 8 zit er ook bij toch, inderdaad? Nee. Dit is de Mario Kart 8 editie. Dit is de Mario Kart 8 editie. En als hier de Mario Kart 8 in zit, hoop ik niet. Is hij nu kapot? Ja. Hij zit er echt niet bij. Zit er echt niet bij? Of misschien zit hij in de Wii. Oh. En de appels erin gedaan. Pak die doos nog eens. Ja, dat staat er echt op hoor. Mario Kart 8 Premium Pack. Zonder Mario Kart 8. Maakt niet uit. Okay, we hebben wel Splatoon. Alle snoeren reviewen. Gaan we dit werkelijk doen of geloof het wel? Nee. We gaan de snoer uitpakken en kijken. Huh, wat is dit voor snoer? Ik weet niet. Oh, ik hoop niet. Dit is ook een heel mooi snoer. Dit is een AC adapter. En dit is de HDMI-kabel. Altijd, deze shit is HDG. En dit is een plasticje. Dan kun je dit gewoon inzetten. Wacht, een beetje ruimte maken. Alles even zo. Ja, dit is wel classy hoor, voor de review en zo. Bam. Bam, ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Ik heb dat ding letterlijk nog nooit geduid. Ik heb namelijk thuis ook een Wii U. En het gooi je eigenlijk meteen de prullenbak in, maar het ziet er wel cool uit. Ja, maar je kan het zo mooi op tafel zetten, weet je wel. Dan is het gewoon ready to play. Gewoon in de gang dat mensen binnenkomen en het eerst wat ze zien. Oh ja, het is een Wii U. Oh, dat is weer geld. En echt goed met je. Nou, Wii U is wel de goedkoopste game console op boven. Nou. Dat was de Wii U. Oh man. Gaan we alles weer inpakken en weer terugsturen naar Nintendo. Want onze PlayStation is gejat. Ja, onze PlayStation is wel gejat. Dus we hebben nu een Wii U. Zelfs de inbrekers wilden deze niet stelen. Nou moet ik wel zeggen dat momenteel, persoonlijk hè, mijn persoonlijke mening, ik vind het een leuke game voor de Wii U zijn dan voor de PlayStation. Noem eens een leuke PlayStation 4 game die alleen op de PlayStation 4 te spelen is. Geen idee. En wij hebben dus Splatoon, bitch. En de Mario Kart 8 is ook leuk. Super Smash. Wat heel fijn is aan deze mooie Wii U, is hij kan ook Wii games afspelen. Mm-hmm. Daar worden fucking veel van. What up, die hebben allemaal van Bardo. Hebben we allemaal van Bardo gemaakt. En dus in de komende tijd gaat deze jongen zeker van help zijn in de studio voor filmpjes maken. Ja, voor nu was dit de dinsdag tip. We hopen dat je ervan hebt genoten. Ik zie nu pas dat deze beker de hele tijd op de kop staat. Niemand gelooft dat hier drinken in zit. Hier zit echt drinken in. Deze is leeg. Gewoon voor de sier. Dan staat het erop. Klik op dat duimpje omhoog en klik ook op abonneren. Dat is helemaal gratis en word je automatisch op de hoogte gehouden als we een nieuwe video hebben. What? En kijk even in de videobeschrijving. Daar staat alles wat je nodig hebt. Stuur deze video door. En we zien jullie de volgende keer, mensen. Wat is? Bedankt voor het kijken. Doei. Oké, valt tegen. Ik ga het doen op je hoofd. Dat is mijn lelijke haar. Wat is? Doei. We'll be right back.